Jaarlijks wordt er in West-Brabant 1,5 miljard euro besteed aan toerisme. Big business dus. De NATV onderzocht de uitgaven van toeristen en dagjesmensen en kwam uit op dit enorme bedrag. In West-Brabant is er veel te beleven op het water. De meeste toervaarders komen uit Zuid-Holland, maar de Brabanders zelf zijn ook goed vertegenwoordigd op het water. De maanden juli, augustus en september zijn favoriet voor een vaartocht van meer dan 16 dagen. Watersport is heel belangrijk. We hebben 43 jachthavens in deze regio, dus er zijn veel mogelijkheden om de regio per water te bezoeken. En we merken dat elke passant die deze regio bezoekt in de vakantie 112 euro per dag besteedt. Dus het is zeker de moeite waard om daarin te investeren. Per dag, dat klinkt heel veel. Dat is enorm veel. En dat komt natuurlijk, je bent op vakantie met de boot, je moet betalen om te overnachten in de haven. Je gaat 's avonds lekker uit eten, je gaat nog wat doen in de plaatsjes die je bezoekt. Dus al met al is dat 112 euro per boot. Die toervaarders, hebben die nou ook nog een favoriete stad? Ze zijn heel erg dol op Willemstad. Dat is echt de topper in de regio. Maar je ziet ook dat allerlei andere plaatsen in het gebied toch steeds meer bezocht worden. Zes West-Brabant is initiatiefnemer van het onderzoek. Zij vertegenwoordigt de 19 gemeenten die de stand van zaken wilden weten over het toerisme in West-Brabant. Je praat toch over 1,5 miljard aan bestedingen. Wat vaak typisch is, als er gekeken wordt naar toerisme, wordt het gezien als een leuk beleidsveld, terwijl het gewoon keiharde business is. En dat kunnen we nu onderbouwen met deze cijfers. Dus jullie kunnen nu eigenlijk gewoon achterover gaan leunen? Dat zeker niet. Zoals in de strategische agenda verwoord staat, willen we met name groei realiseren en een ambitieuze groei. Bijvoorbeeld het aantal toeristische en zakelijke overnachtingen met 20% laten groeien. Ja, dan kun je niet achterover gaan zitten. Dan zul je echt de handen uit de mouwen moeten steken. Hoe staat het met de overnachtingen in West-Brabant? Nederlanders en buitenlanders die hebben in 2008 3 miljoen overnachtingen doorgebracht in de regio. En we zien dat dat aantal steeds iets verder toeneemt. Hoe staat het met de kwaliteit van de accommodaties in West-Brabant? Nederlandse vakantiegangers die geven 7,9 voor de accommodaties in West-Brabant. En dat is bijna gelijk aan het Nederlands gemiddelde en dat is een 8,0. Komt er nu ook een soort van marketingcampagne naar aanleiding van dit onderzoek? Niet echt een marketingcampagne, maar het is zo dat we als samenwerksverband, als Zes West-Brabant, gewoon verschillende projecten en activiteiten hebben om het toerisme in de regio te stimuleren. Om in de toekomst die 1,5 miljard euro aan bestedingen te doen laten verbleken.